beste kijkers en welkom terug bij Silence Let's Play. We zijn in plaatsje York en ja, nog eens maar even de deuren openen. Deze route heb ik al heel lang niet meer gespeeld. Waarom weet ik niet, maar... Shit, hè. Dat ik klaks nog meer. En onze volgende stop wordt het plaatsje Tersk. Zoiets, ja. Zien dat we in Engeland zijn natuurlijk. Het regent natuurlijk. Dat wordt vandaag mijn tweede video die nu online komt op mijn YouTube kanaal. Excuses. Hey, de wekker. Opstaan. Morgen ga ik geen video online brengen, want ik ga morgen eerst even alles op orde zetten. Gewoon op Train Simulator sowieso. Even flink wat routes erbij zetten. In ieder geval, het wordt allemaal eentonig natuurlijk. Oh, we mogen nou een beetje even een turbo geven. En even ook die Nederlandse koetsen die ik heb even een beetje aanvullen, zoveel mogelijk. Zodat we normaal kunnen rijden met het landschap erbij en zo. Dat mag niet open, dus. Als je dat geluidje zo hoort, dat lijkt op gewoon een trekker stationair staat te lopen. Gewoon. Geweldig. Dus je zit op een tractormotor, weet jij veel.
zou een stunt geweest zijn, zei ze. Ik hoop dat niet altijd afgezet. Even kijken. Dus, en dan ja, anders kan ik even niet lezen. Het is niet allemaal open slecht zijn, maar ik zal je even uitleggen hoe ik hier zit. Ik zit gewoon op de bank in mijn woonkamer. Op de put staat op mijn tv aangesloten. En de tv staat ietsjes verder natuurlijk normaal als je op het bureau zou hebben eigenlijk. Daarom is het wat lastig te lezen gewoon. Dus ja, zo zit ik gewoon in mijn huiskamer. Ja, en mijn vrouw heeft daar geen bezwaar tegen dat ik dit doe, dus heb ik gewoon mazzel met zo'n lieve vrouw natuurlijk. Hij trekt niet echt snel op, vind ik. Hij zit pas op 91 miles. Voor mij, dat komt 125, dus ik kan alweer afremmen naar dat bij het volgende station. Nee, maakt niet uit.
mij trouwens hier veel opvallen op dit traject dat er veel seinen staan. Echt onder zoveel stuks, onder zoveel. Ja, lijkt wel een kilometer of zoiets. Ja, een beetje. Ja, dat zal een reden hebben, denk ik. Dus, als jullie misschien de reden weten waarom dit net zo is, dan laat het even een reactie weten, alsjeblieft. Zodat ik het ook weet. Het is wel een aparte route hoor. Echt wel. Er komt nu gewoon vier sporen naast elkaar. Het heeft wel iets eigenlijk. Maar goed, over 5 miles zijn we op station Turks. Turks. Dat zal wel. Ik denk dat ergens straks moet zijn anders gaat reageren, dat we met de snelheid moeten maken en zo. Ik weet het niet.
mijn schuld. Ik heb even niet op te letten. Even met aan het vloggen, even tussendoor, even voor mijn ander kanaal. Zal ik die link ook even onderin zetten. Voor degene die weet wat het is, vloggen. Ja, ik vlog gewoon mijn leven een beetje zo, wat ik doe. En, ja, ik vind het leuk om te doen gewoon, ja. Dus ik zat net al heel even, snap wat de microfoon wel even uitgezet natuurlijk. Even de mensen te vertellen wat ik aan het doen was, dat ik het opnemen was. Maar ja, daar zit ze heel even niet op te letten. Ja. Ik wil ook een beetje reageren. Ik wacht op 75. Ik dacht de 25 stond naar beneden. Het heeft ook niet zoveel zin, want we zijn straks toch weer om naar de 30 toe. Ja, dan kunnen we even een beetje gas bijgeven. Zo'n klein beetje. Nou, dat gaat ook wel heel graag over de wissels dit. Heel misschien ga ik straks nog even, ik zit net te bedenken wat ik nog niet heb gedaan. Oh, nee, even een vrachtscenario doen. Alleen ik weet niet, ja, niet op deze route, ik denk dat ik op de andere ga doen. Dan ga ik even kijken. Dat is misschien ook wel leuk even tussendoor een scenario te doen. Hey fuck, maar dat past nog eens niet hier op de grond. Nee, 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 doorga je. Ik kan er nog eens niet. Sorry dat ik even aan het klimmen bel, ik vind het een beetje... Was dat eigenlijk wel, joh? Eens even kijken. Nee, dat past helemaal niet. Nou, daar wel. Nou, dat is een beetje raar gedaan dit hoor, maar ja. Het zal wel weer mij leren. Ik zou eigenlijk net één wagon minder moeten doen dan eigenlijk. But your book about the time from here on 1047 do not leave before this time. Het is 1047, ik mag gewoon vertrekken. Niet zeuren.
Ja, dan hebben we nog 7 miles naar het eindstation. Dat was krap. Deze trein vraagt ook om gas te geven, weet je, gewoon dat power geluid erin gewoon. Dus dan heb je gewoon, gewoon vol gas gewoon te geven. Een of ander kut mogol hier in de straat vuurwerk af te steken. Goed bij zijn hoofd. Als ik een vrachtscenario, ik denk dat ik dat met de klas 66 kan rijden. Dat is ook wel. Hoe is dat? Is dat dan? Die lange. Ja, ik denk wel dat dat de klas 66 is. Ja, maakt niet uit. Jullie zullen het gewoon zien. Dan wordt hier wel geen scenario van anderhalf uur of zo gekomen. Dan kijk ik morgen of zondag weer wel voor een langer scenario iets te doen.
dan zijn we bijna op het eindstation. Dan is het een beetje rustiger wat afgeven. De 50 toe. Nou beste kijkers, ik ga hier vast even afsluiten. Vond je het een leuke route, geef dan een blauw duimpje omhoog. En ik kan alleen maar zeggen tot de volgende keer. En abonneer alsjeblieft op mijn kanaal. Voor, ja, wat vorige keer ook al gezegd, voor livestreams te doen en zo. Nou, tot snel dan weer. Doei!